welkom aan jullie allen. En in, ook in het bijzonder aan Anna en Miguel Virgena, die namens het gemeentebestuur hier ook zo meteen een voordracht zal houden. Waarom wij het zo belangrijk vinden om hier samen te komen, is dat wij vinden dat herdenken samen moet. Of moet, kan, omdat het verbindt en bijdraagt aan het gezamenlijk gevoel om te denken aan mensen die tijdens de oorlog, tijdens oorlogssituaties het leven hebben gelaten en slachtoffer zijn geworden van de verschrikkingen van de oorlog. Dat is waarom wij blij zijn dat jullie in zulke grote getalen, ook vanuit de wijk, maar ook vanuit Keep Them Rolling hier zijn gekomen om samen met ons te herdenken. We weten allemaal dat we herdenken niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We herdenken ook de militairen en burgers die in het Koninkrijk of waar dan ook in oorlogssituaties of in vredesmissies zijn omgekomen. We doen dat in het bijzonder in Eelde 's avonds. Dat doen we vanavond om 8 uur op de begraafplaats. Maar de reden dat we ook in Eelde stilstaan op andere plekken, zoals hier, is omdat hier tijdens de oorlog ook mensen het leven hebben gelaten die hebben gevochten voor onze vrijheid. In het bijzonder herdenken we hier de vliegeniers. Er staan hier een aantal portretten voor ons van de 7 vliegeniers die hier in Lancaster in deze wijk, of in deze nabijheid van deze wijk, zijn neergestort rond 20 oktober 1943. Het zijn mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten en daarvoor de hoogste prijs hebben moeten betalen. En dat maakt, denk ik, dat het goed is dat we daar ook nu nog, na zoveel jaar, hierbij stilstaan. Maar waar het hier om gaat, is dat het vliegtuigen en mensen zijn geweest die destijds, tijdens die Tweede Wereldoorlog, hierover zijn gevlogen om te zorgen dat wij uiteindelijk hier weer de vrijheid kunnen proeven, kunnen voelen en kunnen ervaren. Dat is waar het om gaat en dat is de reden waarom wij hier zijn. Niet omdat er een vliegtuig overkomt vandaag, maar nee, om de vliegers die destijds hier het leven hebben gelaten te herdenken. Jonge mannen die soms 20, maximaal 30 jaar oud hier het leven hebben gelaten voor onze vrijheid. En dat is reden genoeg om hier te komen. Dank ook in die zin voor jullie komst en aanwezigheid. Met ons comité hebben we ook bezoeken gebracht aan scholen hier in deze dorpskern. De Terborgschool en ook de Rietzanger hebben we bezocht. We hebben gesproken met leerlingen. En wat je bij die leerlingen dan ook hoort, is dat ze zich heel moeilijk kunnen voorstellen wat zij zouden doen in de situatie waarin die vliegers die hier zijn neergestort het leven hebben gelaten, of zij dat ook zouden doen. Je krijgt dan hele mooie, bijzondere, oprechte reacties. Kinderen die zeggen, ja, nee, natuurlijk niet. Ik ga daar niet mijn leven voor wagen. Dat ga ik niet doen. Een ander zei, de familie in Oekraïne. Ik denk dat ik voor mijn familie op zou komen. Ik denk dat ik het wel zou doen. De derde merkte op, nou, ik wil eerst wel een mooi leven hebben gehad. Dus als mijn gezin is opgegroeid, dan wil ik wel vechten, want dan heb ik niets meer. Zelf weet ik niet wat ik zou hebben gaan doen. Maar ik weet wel dat ik enorm herkenbaar ben voor al die mensen die dat wel hebben gedaan. En die voor ons, voor mij, voor ons allemaal in Nederland hebben gevochten. En ook dat nu nog doen op andere fronten. De bemanning van de Britse Lancaster die wij hier eren, in gedenken waren stuk voor stuk allemaal zeer jong. Het waren geen mensen die al een voltooid leven hadden gehad en konden terugkijken op een mooi en voldragen leven. Het waren mensen die eigenlijk nog een vol leven voor zich hadden. Ik kan me dat moeilijk voorstellen. In ieder geval staan wij hier uit dank voor het feit dat zij hun leven wel in de waagschaal hebben gelegd. En helaas 20 oktober 1943 voor ons zijn gevallen. Voor onze vrijheid toen een vliegtuig hier boven dit gebied werd neergeschoten. Ik noem toch hun namen, omdat we dat niet moeten vergeten. Ik noem niet hun rangen, maar wel hun namen, omdat duidelijk is voor wie wij hier staan. We herdenken Theodore Simpson, Peter Coley, Alfred Lower, Gerald Gottseff, Leonard Cohen, Clarence Gibb en Douglas Story.
Ik zou Anna willen vragen of zij een mooi gedicht zou willen voordragen. Stel je eens voor. Stel je eens een meisje voor van mijn leeftijd. Blonde haren, blauwe ogen, een lieve familie. Misschien wel dezelfde stem. Alleen dan, 74 jaar geleden. Er is maar één verschil tussen ons. Bij haar was oorlog en bij mij niet. Zij moest onderduiken en ik ga naar school. Zij zag familieleden snuifelen en ik ging op familiebezoek. Ze moest afschuwelijke pijn verdragen en ik groeide op in een warm gezin. Je kunt ervoor kiezen om de oorlog als een bladzijde om te slaan en door te gaan naar het volgende hoofdstuk. Dat is een keuze, maar bedenk wel dat het gaat over mensen, zoals jij en ik. Want het meisje met die blonde haren en die blauwe ogen had ik even goed kunnen zijn. Anna, dankjewel. Miguel, wil ik jou het woord geven. Dankjewel. Mooi dat er hier zoveel mensen zijn. Want dit is een heel belangrijk moment. Ik vind, 4 mei is denk ik een hele belangrijke dag in Nederland. En volgens mij ook een van de belangrijkste dagen van het jaar. Want het is een dag dat wij de oorlogsslachtoffers herdenken. En herdenken in gezamenlijkheid, dat zei jij net ook al, dat zorgt ook voor een soort van collectiviteit. Het zorgt voor bewustwording. En bewustwording is denk ik heel belangrijk. Want bewustwording dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, dat moeten wij ons eigenlijk wel realiseren. Het is niet vanzelfsprekend. Kijk alleen al naar wat er in Oekraïne is gebeurd, of wat er nu gaande is. En daarom is het volgens mij ook van belang dat wij onze vrijheid koesteren en dat we er uiterst zorgvuldig mee omgaan. Het is volgens mij ook onze plicht om dat te doen voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen en de generaties daarna. Maar ook omdat we op deze manier de slachtoffers die zijn gevallen voor onze vrijheid pas echt eer. Door de vrijheid die we nu hebben te koesteren. Daarom ben ik ook heel erg blij dat ik namens het gemeentebestuur hier bij deze herdenking aanwezig mag zijn. Om de 7 bemanningsleden van het RAF 100 Squadron, 7 jonge mannen van begin 20 heb ik begrepen, die bijna 80 jaar geleden hier voor onze vrijheid het leven hebben gelaten, te herdenken en hen te danken voor onze vrijheid. Dankjewel. Dan wilden we nu even een moment nemen om mensen de gelegenheid te stellen. Nadat Miguel en Anna namens de dorpsgemeenschap bloemen hebben neergelegd, om ook eigen bloemen neer te leggen. En als we dat met elkaar hebben gedaan, dan zal de trompetist hier, Peter Ronsema, zo meteen de last post spelen. We nemen daarna 2 minuten stilte in acht. Als er andere mensen zijn, militairen, die nog. Hugo, is naar voren. Andere mensen zijn, sluit gewoon aan in de rij hoor. Ik zie u nog lopen. Thank you.
u met zoveel mensen hier op dit moment bent. Om natuurlijk in eerste instantie Hans van Hesse en Derkje Meijer te herdenken. Maar met hun natuurlijk ook alle andere mensen die in de Tweede Wereldoorlog of overleden zijn, vermoord zijn. Of op een van de vele andere manieren geleden hebben onder de Duitse bezetting. De volgorde van de bijeenkomst hier is dat Vrouwtje van Happen als eerste een korte inleiding houdt. Dan hebben we geloof ik 3 dichteressen die een gedicht voorlezen. Waarna we bloemen leggen bij het monument. Naar de tap toe luisteren en een ogenblik stil te houden. Vrouwtje, mag ik jou uitnodigen? In een aflevering van De Slimste Mens vroeg Philip Frerik aan Maarten van Rossum hoe het toch kwam dat er na al die jaren nog steeds nieuwe boeken en films over die periode uitkomen. Zijn antwoord luidde dat ermee te maken heeft dat de Tweede Wereldoorlog de laatste grote oorlog in ons land is geweest. En zolang er maar geen derde wereldoorlog komt, zou dat nog wel een tijd zo blijven. Zolang er geen derde wereldoorlog komt. Dat is in deze tijd van oplopende spanningen en een nog altijd voortdurende oorlog, niet zo heel ver weg, wel de vraag. Het jaarthema van het Nationaal Comité is Leven met Oorlog. We kunnen alleen maar hopen dat dat thema over het verleden zal blijven gaan. Op 13 april, bevrijdingsdag van Eelde, en op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. Vaak hebben we het dan over de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Maar de meeste van ons zijn van de naoorlogse generatie. En ik denk dat we, ondanks alles wat we over de oorlog hebben geleerd, gelezen, gehoord, toch niet echt kunnen invoelen wat de mensen die destijds moesten leven met oorlog in werkelijkheid hebben moeten doorstaan. Er was angst, gebrek, honger, onzekerheid, uitzichtloosheid. Mensen werden gevangen genomen, mishandeld, gedeporteerd, gedood. En mensen zagen mensen gevangen genomen worden, mishandeld, gedeporteerd en gedood worden. In onze tijd zou dat reden zijn om schadevergoeding vanwege shockschade te eisen. Dat bestond toen nog niet. En veel van die mensen kwamen uiteindelijk uit de oorlog met een levenslang trauma. Ook dat is leven met oorlog. Wij slaan de aanslag of het achterhuis dicht als we het uit hebben. We zetten de tv uit als Zwart Boek is afgelopen. En we gaan over tot de orde van de dag. We hebben de kennis, maar niet het gevoel erbij. Niet de ervaring. Ons eten is weliswaar tegenwoordig wat aan de dure kant, maar het is niet op de bon. We mogen zeggen wat we willen zeggen, zijn wie we willen zijn. En we hoeven nergens voor onder te duiken. En dat is zoals het hoort, maar niet vanzelfsprekend. Zelfs niet in het moderne, geciviliseerde Europa met rechtsstaten en democratieën. De oorlog in Oekraïne laat dat haar fijn zien. Onderduiken deden aanvankelijk vooral Joden, maar later ook mannen die aan de Arbeitseinsatz wilden ontkomen. Mensen die reden hadden om te vrezen voor Duitse arrestatie. Of die openlijk kritiek hadden geuit op de Duitse bezetter. In gecreëerde schuilruimtes, zoals het onderduikershol. En de geheime schuilplaats onder de grond in de schuur van deze boerderij De Duinen. Mijn opa was enige tijd ondergedoken vanwege de Arbeitseinsatz. In december 1944 kregen mijn opa en oma een baby, mijn vader. Over angst heb ik hen eigenlijk nooit gehoord. Wel over gebrek. Mijn oma kreeg bonnen om 12 katoenen luiers mee te kopen. Ook wie geen kinderen heeft zal begrijpen dat dat veel te weinig is. Maar oma was vindingrijk en praktisch ingesteld. Ze scheurde de luiers doormidden. Toen had ik er 24, zei ze.
Maar wie Joods was en een baby kreeg in de oorlogsjaren, zag zich gesteld voor problemen van volstrekt andere aard. Verschillende Joodse baby's werden in die tijd meegegeven aan vrienden, buren, zelfs aan toevallige voorbijgangers, in de hoop op een beter leven voor hun kind. Een echte wanhoopstaat. Ik las een boek waarin ouders hun pasgeboren baby in de wasmand verstoppen, vlak voordat ze zelf worden opgepakt. De buurvrouw ziet wel de brute arrestatie, maar niet de baby, gaat op onderzoek uit en vist de baby uit de wasmand. De ouders komen om in een concentratiekamp en hebben nooit geweten dat hun kind gered was en als neefje liefdevol was opgenomen. In het gezin van de buren. Oudere kinderen kregen vaak valse papieren en namen deel aan het gezinsleven in een gezin dat het hunne niet was, aan de andere kant van het land. In 1943 zaten maar liefst 25.000 Joden ondergedoken. Wanneer een onderduikplek werd ontdekt, werden de onderduikers gedeporteerd of ter plekke doodgeschoten. En het lot van deportatie trof ook de onderduikgevers. Joden onderdak bieden was een bijzonder riskante onderneming. Ook Jan en Derkje Meijer moeten dit geweten hebben, toen zij zonder aarzeling de moeder van de Joodse Hans van Hessen tijdens haar ziekbed toezegden dat zij Hans bij hen zouden laten onderduiken als dat nodig mocht zijn. En het was nodig. Van 1943 tot maart 1944 heeft Hans bij hem gewoond. Er werd een ondergrondse schuilplaats in de schuur gemaakt, waar hij zich in geval van nood kon verstoppen. Slapen deed hij buiten, in een hol. Verraad lag altijd op de loer. En ook hier in de duinen ontkwamen Hans van Hessen en zijn redders in nood daar niet aan. Het is een haast onvermijdelijke vraag op een plek als deze. Wat zouden wij zelf doen in de situatie van Jan en Derkje Meijer? Daar is eigenlijk geen goed antwoord op te geven. Wij leven in vrijheid en onze situatie is dus volstrekt niet vergelijkbaar. Maar zouden velen van ons geen redenen bedenken waarom het niet zou kunnen? Onvoldoende ruimte voor een onderduiker, het hebben van een jong gezin wat zich niet verenigt met het nemen van zulke risico's. Jan en Derkje hadden weliswaar voldoende ruimte, maar ook een jonge dochter. Toch heeft hen dat er niet van weerhouden Hans onderdak en hulp te bieden. Het is hen beiden en Hans noodlottig geworden. Het past ons daarom hen en met hen zoveel andere dappere mensen, ook na zo lange tijd nog, jaarlijks eer te bewijzen en te herdenken. In de hoop dat de Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk voor altijd de laatste grote oorlog in ons land zal blijven. Als herdenkingscomité hebben we ook een heel actief scholenprogramma. Laten we het even omdraaien. De scholen komen elk jaar heel actief naar ons toe en vragen ons om gastlessen te organiseren, om bezoeken naar de monumenten te regelen. En een aantal scholen die schrijven, vragen hun leerlingen ook heel actief gedichten te schrijven. En drie van die schrijvers zijn vandaag bij ons en willen hun gedichten voorlezen. Ik vind dat heel erg mooi. Ik wil u vragen, kom hier. En wij zijn er ontzettend blij mee dat jullie er zijn en dat jullie dit aandurven. Wie wil beginnen? Ik wel. Goed zo. Vrijheid heeft niet altijd bestaan, maar we moeten het wel behouden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ook in deze tijd komt vrijheid niet vanzelf. Daar moeten we iets aan doen en dat moet echt komen vanuit jezelf. 83 jaar geleden begon de oorlog. Mensen werden vastgezet als vissen in een net. Ze zaten maar in een kooi. De Duitsers stonden er buiten als roofdieren met een prooi. Hardwerkende dieren en ze vervolgens alle 50 miljoen te vermoorden. Praat Russisch goed met woorden. 5 jaar later, 78 jaar geleden,
hebben niet voor niets gestreden. Andere landen hebben Duitsland overtroffen. Vanaf toen mochten wij heel erg poffen. Als een vrije vogel of een vis in het water. Van generaal tot gestorven. Het lijkt allemaal wel een tragische filmscène. Alles dat zo snel gaat, maar dan is het al te laat. Dan zie je alleen nog maar dat zwarte gat. Het kijkt je aan, het staart. Een witte flits en boem, het is gedaan. Een warme hand op je schouder die zegt, rustig, het is nu klaar. Van een rustige dag naar nooit meer een lach. En zij die het risico namen om anderen te helpen, samen. En zij die hun leven gaven, zijn de echte helden. En nu, 78 jaar later, staan we er nog steeds bij stil. Om de slachtoffers te herdenken en hoe de oorlog hier is verdwenen. Dat we vrijheid kunnen vieren en dat we hopen dat iets zoals oorlog nooit meer zal gebeuren. Dank jullie wel. Hartstikke mooi. Een touwtje willen jullie namens ons allemaal doen leggen.